Nou, diversiteit is dus nummer 1. Ja, in de natuur wordt, wordt gemuteerd met DNA. Maar ook als je kijkt naar ecosystemen, daar zitten verschillende soorten bij elkaar. Dat maakt het ecosysteem stabieler. Ja. Nou, wat zie je nou in organisaties? Even los van die idiote discussie over man-vrouw, die is helemaal niet relevant. Het gaat erom, hoe ga je om met verschillende mensen? En ja, man en vrouw zijn verschillend. Maar ja, ouderen en jongeren zijn ook verschillend. En Turken en Nederlanders zijn ook verschillend. En fysici en economen zijn ook verschillend. En wat je nou ziet is dat heel vaak als mensen een organisatie samenstellen, dan zoeken ze toch eigenlijk het liefst mensen die op elkaar lijken. Ja. En dan komt er een sollicitant. En wat zeggen ze dan, als het positief bedoeld is, hij past goed in het team. Bedoel ze mee te zeggen, ondertiteling, hij lijkt op ons. Hopelijk is hij net iets minder, dan kunnen wij er bovenop blijven. Wie neemt er nou iemand aan waarvan hij zegt van, ik snap die hele persoon niet. Ja. Een rare kwast is dat, maar ja, hij moet wel ergens goed in zijn doek. Dus hij kan iets bewezen hebben, bijvoorbeeld wij spreken een prof tennisser of een hele goede econoom. Maar het is een heel ander tak van sport. Maar je zegt, ik snap niet wat die man raar vindt. Ja. Die neem je niet aan. Nou, dat is dus een killing voor innovatie en creativiteit.